coalitiepartijen voeren de druk op en willen de sportsector als essentieel bestempelen. Sportscholen zijn voor het tweede jaar op rij tijdens een lockdown dicht. En dat terwijl bewegen juist nu extra belangrijk is. Het vermindert de kans op gezondheidsproblemen zoals verhoogde bloedsuikers, overgewicht, verhoogd cholesterol. Maar ook mentale klachten kun je voorkomen door voldoende te bewegen. En wij hebben, omdat wij het belang van bewegen zo waarderen, hebben we een buitenplek gecreëerd. Zodat mensen toch kunnen blijven sporten op een veilige manier. Maar is het dan niet net zo goed om zelf te gaan sporten en een rondje te gaan hardlopen bijvoorbeeld? Bij hardlopen zien we toch ook wel weer vaak dat mensen of verkeerd schoeisel of een verkeerde houding aannemen. Waardoor je andere blessures krijgt. Ja, dit is een fysiotherapiepraktijk. Daar mag het dus wel, wat we hier zien. Hè. Toch net nog even buiten zo'n locatie creëren. Elders mag dat helemaal niet op dit moment. Wat zijn nou eigenlijk de gevolgen van niet sporten? Wat kunnen we al zeggen over corona en wat dat met ons gewicht heeft gedaan bijvoorbeeld? Nou, met je gewicht, het zorgt er heel simpel voor dat je zwaarder wordt. Wij worden in Nederland gemiddeld coronakilo's zwaarder op dit moment. Dat was vorig jaar 3, dat is nu al ongeveer 5 gemiddelde coronakilo's per persoon. En dat is natuurlijk ontzettend veel, want dat moet de komende tijd er ook weer allemaal af. Om wat gezond te blijven. Maar vergeet niet dat sport wat mij betreft het lichtpuntje in deze crisis is. Dat heb ik vanaf dag 1 gezegd. Sport is volgens mij onderdeel van de oplossing. Het zorgt ervoor dat je fit bent, dat je gezond bent, dat je weerbaar bent. En ja, je kan ook corona krijgen en zwaar ziek worden als je heel gezond en fit bent. Maar nog steeds is de kans veel minder groot. Want de mensen die in de ziekenhuizen liggen, dat zijn vaak mensen met obesitas en met een mindere weerstand. Dus ik vind dat wij er alles op aan moeten doen om te zorgen dat mensen de kans krijgen om zo fit, gezond en weerbaar mogelijk te worden. Ja, de sportscholen en gewone scholen zouden we eigenlijk op één hoop moeten gooien wat dat betreft. Nou, wat we gedaan hebben is dat wij de afgelopen tijd hebben gekeken onder welke randvoorwaarden kunnen we nou zorgen dat sport als essentieel bestempeld kan worden. We hebben daar een motie over aangenomen in de Kamer op voorspraak van het CDA. Daar hebben D66 en VVD aan meegedaan. Rutte zei toen, nou, dat moet ik nog even onderzoeken. Hè? Ik dacht, nou, waarom wil je dat onderzoeken? Want volgens mij is er ontzettend veel onderzoek wat aantoont hoe belangrijk het is dat je blijft sporten tijdens zo'n pandemie. Ik vond een heel interessant onderzoek van de Erasmus Universiteit een week of 2 geleden onder eigen studenten die aangaven, als je aan studenten denkt, biertje drinken, kroegen open, et cetera. Nee, op 1 stond, doe die sportscholen open. Goed voor mijn fysieke gesteldheid, maar ook vooral voor mijn mentale gesteldheid. En Rutte gaf aan, ik heb meer onderzoek nodig. Nou, ik heb een aantal onderzoeken doorgenomen. Dat zijn er tientallen trouwens. Internationaal gezien honderden waar het belang van sport voorop staat. En ik heb maar eens een hele lijst met schriftelijke vragen samen met het CDA en D66 ingediend. Van joh, wat heb je nou nog nodig aan onderzoek als er al zoveel bekend is dat het belang om sport essentieel te maken aantoont? Maar u was niet de eerste met zo'n motie. Want begin december kwam Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging ook al met een motie over het kwalificeren van de buitensportsector als essentiële sector. En die motie heeft het niet gehaald. Sterker nog, de VVD heeft toen tegengestemd. Ja, klopt. Ik ben de afgelopen jaren volgens mij op het gebied van sport non-stop bezig geweest om te zorgen dat die sportsector zo goed mogelijk geholpen wordt. Dat ze hoger in de lijst komen te staan om weer open te gaan als ze dicht waren. Om steunpakketten te maken voor de sportsector. En wat dat betreft trek ik wel mijn eigen plan. Ik denk dat ik daarmee ook het meest succesvol ben. Die motie was op dat moment niet haalbaar voor ons om het door dat was er mis mee te krijgen. Nou, op dat moment lukt het niet om daar iedereen in mee te krijgen om voor te kunnen stemmen. Dus daarom ben ik ook zo blij dat we even later op voorspraak van het CDA wel die stap konden zetten. En nu ook met die schriftelijke vragen de druk opvoeren om die sportsector essentieel te krijgen. Maar is het dan niet zo dat sporten altijd al essentieel was? Is iets essentieel of wordt iets essentieel? Hoe zit dat? We hebben een lijst blijkbaar waar als je daarop staat, dan ben je een essentiële sector. Hè? De supermarkten, de bezorging, de zorgen dat elektriciteit en gasvoorziening werkt. En daar staat sport nu niet op. Dus wat wij hebben gezegd is, welke randvoorwaarden heb je nou nodig om sport ook op dat lijstje te zetten? Ja, maar dit klinkt toch ook alweer heel erg als het Nederland regeltjesland, of niet? Ja, een beetje wel. Ja. Maar goed, ik ben het wel met je eens dat het heel belangrijk is om die sportscholen toch wat meer ruimte te geven. Want ja, het is ook vooral voor je mentale gezondheid echt goed om te gaan sporten, om iets te gaan doen. Ook dat de sportscholen weer open zouden moeten? Ik denk dat sport heel belangrijk is. Of dat nou per se in sportscholen moet gebeuren, dat weet ik niet. Maar en ik denk als je ervan overtuigd bent dat het daar veilig kan, dat het belangrijk is. Dat als het mensen, veilig kan. Als het veilig kan, ja. Maar daar liggen nog wel wat vraagtekens hier en daar. Op dit moment komt het OMT deze week weer bij elkaar.
Denkt u dat ze naar uw boodschap gaan luisteren? Nou, ze hebben het OMT-advies van afgelopen week stond dat bijvoorbeeld de binnensporten en buitensporten voor kinderen onder de 18 open mocht. Nou, vervolgens heeft het kabinet besloten, we doen het toch alleen voor buiten. Maar als de scholen open gaan, dan mogen kinderen onder de 18 wel gymmen. Dan zitten ze in een klein gymlokaal met 30 kinderen. In de vorige lockdown hebben we gezegd, dat is gek, dat ze wel met 30 kinderen in een gymlokaal mogen gymmen. Maar diezelfde kinderen na schooltijd niet met 8 kinderen in die gymzaal mogen turnen. Toen hebben ze gezegd, dat gaan we veranderen en er binnensport mag er ook bij. Dus je ziet al dat... Maar waarom nu dan niet? Wat is er dan veranderd? Dat snap ik dus ook niet. We hebben 9 verschillende regimes van sport gehad sinds de start van de coronacrisis. En wij willen in ieder geval nu die druk opvoeren om ervoor te zorgen dat die meerderheid van de Kamer, die 148 zetels die hebben gezegd, sport moet essentieel worden, om ook te zorgen dat het kabinet nu dat besluit gaat nemen om de sport in ieder geval op een hoger plan te zetten. En verwacht u dan dus dat die sportscholen straks vanaf 14 januari weer open gaan? Nou, het gaat niet alleen om sportscholen, het gaat gewoon om de binnensport aan zich. Het maakt niet uit of je turnt of badminton of judo of karate doet. Ik hoop het wel. En anders heeft het kabinet wel wat uit te leggen wat mij betreft. Dat zijn wijze woorden. We zijn hier nog tot 10 uur met Pure